De schade door vogelgriep bij een pluimveebedrijf loopt op. Het gaat om tientallen miljoenen. Dat is zonder meer duidelijk. Maar volgens nog zijn er geen nieuwe besmettingsgevallen bekend. En verder in het nieuws vandaag. Onderzoek naar racistische reacties op selfie van Oranje. En prima functionerende windmolens worden gesloopt om subsidie te krijgen. Goedenavond. De uitbraak van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Hekendorp kost de pluimveesector nu al miljoenen euro's. Toch is er ook goed nieuws, want de ziekte lijkt zich tot nu toe niet verspreid te hebben. Bij de twee bedrijven die het dichtst bij het besmette pluimveebedrijf in Hekendorp liggen, is geen vogelgriep aangetroffen. 14 andere bedrijven die in een straal van 10 kilometer liggen, worden nog onderzocht. Dit is het pluimveebedrijf in Hekendorp waar zaterdag vogelgriep is ontdekt. Het ruimen van de 150.000 kippen is in volle gang en duurt volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tot en met morgen. We zijn begonnen met het bedrijf met twee stallen. Die zijn nu leeg, die dieren zijn dood, die zijn afgevoerd. Van de overige vier stallen, daar gaan we vanmiddag mee aan de gang en die worden morgen weggehaald. Zwarte schermen blokkeren het zicht op de werkzaamheden. De buren van het bedrijf en omwonenden maken zich wel zorgen. Hoe erg is het? Ja, de mensen zijn geschrokken, maar tegelijkertijd ook nuchter en men houdt de berichtgeving goed in de gaten. Met welke vragen komt men bij u? Over een heel praktische aard. Met name ook de direct aanwonenden. Hoe moet het met onze school? Gaan de kinderen? De vuilophaal? Hoe zit het met honden en katten? Van allerlei vragen zijn er en we proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. En hoe verloopt de rest van het onderzoek naar de bedrijven waar vogelgriep mogelijk zou kunnen heersen? Nou, we hebben dus dit bedrijf, daaromheen is een cirkel van 3 kilometer, daar zaten 2 bedrijven in. Eentje was leeg en de andere is gecontroleerd, die is schoon. Daar is dus geen vogelgriep. In de 10 kilometer zone daaromheen, daar zitten nog eens 14 bedrijven. Die worden op dit moment onderzocht en daar verwachten we in de loop van morgen uitsluitsel. Tot dan is het dus spannend voor de pluimveebedrijven in Hekendorp. En we gaan naar verslag even Kees van Dam. Ja, Kees, is al duidelijk hoe die vogelgriep op dat bedrijf is gekomen? Nee, dat wordt nog onderzocht. Theoretisch zou het kunnen dat vogelgriep hier terecht is gekomen via besmette producten of dieren van een ander bedrijf. Maar heel veel waarschijnlijker is het dat het virus is verspreid door trekvogels. Die vliegen over, hun uitwerpselen komen naar beneden. En met een beetje pech waait het virus dan de stal binnen. Dat verklaart ook hoe het komt dat ook kippen die binnen zitten besmet kunnen raken. Laat maar eens luisteren naar viroloog Ab Osterhaus en wat hij ons te vertellen heeft over de rol van de trekvogels bij de verspreiding van vogelgriep. Nou, we denken dan met name over watervogels, en met name eenden, zwanen, ganzen. Nou, daar is vrij veel onderzoek aan gedaan, met name in Rotterdam wordt daar heel veel onderzoek aan gedaan bij het Erasmus Medisch Centrum op het ogenblik, om juist om in kaart te brengen welke virussen bij al die wilde vogels een rol spelen. Het interessante hierbij is dat virussen die heel erg gevaarlijk zijn voor kippen, voor kalkoenen, ja, dat die voor zeg maar wilde eenden, wilde trekvogels, ja, dat die eigenlijk kennelijk minder gevaarlijk zijn. Dat ze daar niet massaal aan sterven. En dat op die manier dat virus toch verspreid kan worden. Ja, Kees, kunnen we wel alles gewoon blijven eten? Ja, experts die stellen ons gerust. Ten eerste, er zijn heel snel veel maatregelen genomen. Dus het blijft zeer waarschijnlijk bij dit ene besmette bedrijf. En de kans dat er dan een fout ei ergens in de winkel terecht is gekomen, die is uiterst klein, zeggen de experts. Ten tweede, als je dan toch de onwaarschijnlijke pech hebt, dat je toch stuit op een verkeerd ei. Ja, als je het kookt of bakt, is er toch ook vervolgens niks aan de hand. Handen wassen is altijd handig in de keuken. Hygiëne is cruciaal. Zeker als het gaat, als je bezig bent in de keuken met allerlei producten uit de pluimveesector. Kees, dankjewel. Ja, goed, geen direct gevaar voor de volksgezondheid dus, maar wel grote schade voor de kippenindustrie. Enkele tientallen miljoenen euro's per dag, zegt de sector. De export naar landen buiten Europa ligt zeker 3 maanden stil. En door het vervoersverbod loopt de keten in Nederland helemaal vast. Economieverslaggever Eva Wiesing heeft de cijfers. Ja, ongeveer 2000 bedrijven hebben samen 142 miljoen kippen en ander pluimvee. Een derde deel van die bedrijven produceert vlees. Omdat ze de dieren niet kwijt kunnen, hebben ze hogere uitgaven aan voer.
en het verwerken van mest. En slachterijen die zien door het vervoersverbod hun aanvoer stokken en hebben dus minder werk. Maar legerschap in de winkels worden voorlopig niet verwacht, want er is veel ingevroren voorraad en aanvoer vanuit het buitenland. 2/3 van de bedrijven produceert eieren, ruim 27 miljoen per dag. Dat is bijna 10 miljard eieren per jaar. 6 miljard eieren gaan naar de winkels in binnen- en buitenland. En 4 miljard eieren zijn bestemd voor de eierverwerkende industrie. En daar worden de koekjes van gemaakt, mayonaise, en ze worden gebruikt in de chemische industrie. Ja, even, hoe wordt deze vogelgriepuitbraak nou gevoeld in de sector? Nou, mensen zijn wel degelijk bezorgd en die hopen dat het natuurlijk blijft bij dat ene bedrijf met vogelgriep en dat er niet meer besmettingen ontdekt worden. Want dan zou het vervoersverbod misschien, hopen ze, woensdag kunnen worden opgeheven en dan zou de schade beperkt kunnen blijven. Het grote schrikbeeld voor de pluimveesector is 2003. Toen werden op meer dan 1000 boerderijen ruim 30 miljoen kippen, kalkoenen en eenden afgemaakt. De schade was €500 miljard. Pluimveehouders hebben dan ook alle begrip voor het strenge vervoersverbod. Normaal gaat 's morgens dit omhoog, zodat de kippen allemaal naar buiten kunnen lopen. Maar dat kan dus nu niet. Alles blijft nu binnen. Je hebt er niks aan als je toch alles maar door zou laten gaan en dan achteraf blijkt dat je het beter wel had stil kunnen leggen. Je kunt het nu beter 3 dagen stilleggen en dan laten denken, nou, het was misschien wel niet nodig geweest, als dat het andersom is. De situatie is wel nijpend bij de broedbedrijven zoals deze in Lunteren. Hier worden bevruchte kippeneieren uitgebroed. Normaal komt er elke dag een busje of een vrachtwagen om de eendagskuikens naar de pluimveeboerderij te brengen, waar ze verder groeien voor de slacht of de eierproductie. Maar dat kan nu niet. Die vandaag geboren worden, die zullen even moeten wachten voor het transport. Dat kan een dag kunnen die wachten. Dus die zullen morgen getransporteerd moeten worden. En anders? Wat ik al gezegd heb. Dan is er maar één andere weg en dat is de definitieve weg. En dat is doden. In Nederland worden elke dag 2 tot 2,5 miljoen kuikens geboren. Betekent dat er tot woensdag elke dag 2,5 miljoen kuikentjes gedood worden? Dat rekent u heel goed uit, ja. De sector hoopt dat het ministerie van Economische Zaken een uitzondering wil maken voor het vervoer van de eendagskuikens. Morgenochtend wordt daar een besluit over verwacht. En ook in Engeland is vogelgriep ontdekt op een eendenfokkerij, maar het is nog niet duidelijk of het hier om dezelfde variant van de vogelgriep gaat. Ja, een onschuldige selfie, een foto van 9 donkere spelers van het Nederlands elftal. Op Facebook werden daar direct tientallen racistische opmerkingen bij geplaatst. Het Openbaar Ministerie gaat nu onderzoeken of die opmerkingen strafbaar zijn en of vervolging mogelijk is. FC Aap, allemaal zwarte pieten. Waar is de man met de mijter? Het is maar een greep uit de reacties op de selfie van 9 gekleurde spelers van het Nederlands elftal. Volgens aanvoerder Robin van Persie gaat dit alle perken te buiten. Ik denk wel dat het echt tijd is om die mensen aan te pakken. Want wij vertegenwoordigen allemaal het Nederlands elftal. En daarin maakt de kleur absoluut niet uit. En bij ons is dat zeker niet zo. En dat moet eigenlijk ook niet zo zijn in het leven. En ik kan met mijn hoofd er niet bij dat dat nog steeds een item is onder heel veel mensen. Dat internet af en toe als een open riool wordt gebruikt, daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Maar deze uitingen roepen op alle fronten hevige verontwaardiging op. Nou, het is walgelijk wat ik zag. De PvdA wil dat het kabinet een signaal afgeeft dat racisme niet wordt getolereerd. Racisme en discriminatie zijn in dit land verboden. En op het moment dat er op social media op die manier uitingen worden gedaan en bijvoorbeeld zo'n foto wordt verwijderd, in plaats van dat je de racisten die daar die uitspraken doen aanpakt, dan vind ik dat eigenlijk een verkeerd signaal. De KNVB en de spelers vinden dat het OM op moet treden. De bond noemt de reacties onsmakelijk. Voor zover bekend is er nog geen aangifte gedaan. De opmars van terreurorganisatie Islamitische Staat in Irak is tot stoppen gebracht, zegt de Nederlandse commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. En dat zou onder andere te danken zijn aan de inzet van Nederlandse F-16's. Begin vorige maand besloot Nederland om mee te gaan doen aan de strijd tegen IS in Irak. Omdat IS ook voor de Nederlandse waarden een direct gevaar zou vormen. Defensie is steeds terughoudend met informatie over de acties die uitgevoerd worden. Maar Nederlandse F-16's hebben al 75 bombardementen uitgevoerd.
De campagne begint al zijn vruchten af te werpen. We zien dat de hele opmars van ISIS in feite tot een stilstand is gekomen. We zien ook al dat de Irakese eenheden al eerste terreinen aan het terugveroveren zijn. Dus ik zie wel degelijk een kentering. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat alleen bommen gooien niet genoeg is om dit probleem op te lossen. Er zal meer moeten gebeuren. Nederland wil ook 130 trainers naar Irak sturen, waarschijnlijk in januari. Maar daarover is nog veel onduidelijk. Het trainingsdeel dat moet nog worden ingevuld. We zijn dat nu aan het uitwerken. En dat betekent dat de regering nog met een beslissing daarover moet nemen hoe ze dat gaan invullen. En dat we daar ook nog met de Kamer over in debat moeten. F-16's gaan ondertussen gewoon door met hun acties. De opmars van IS mag dan gestopt zijn. De islamitische strijders zijn nog lang niet uitgeschakeld, benadrukt Defensie. Komt het goed met de nationale politie? Minister Opstelten is bezig met een enorme reorganisatie om alle korpsen tot één nationaal korps om te vormen. Want dat zou efficiënter en goedkoper zijn. Maar die reorganisatie loopt, zacht gezegd, niet erg soepel. Binnen de politietop is onrust en ook de vakbonden laten zich horen. Vandaag moest Opstelten in de Tweede Kamer uitleggen wat hij eraan gaat doen. Veel partijen hebben kritiek. De minister wil te snel en te veel. Zij hebben al wel één landelijke baas, maar verder is de nieuwe nationale politie nog lang niet af. De reorganisatie kost veel mankracht en tijd. Te veel, zegt de oppositie. Het echte politiewerk komt in het gedrang. Ik vind dat er te veel druk op de politieorganisatie ligt. Dat er te veel prioriteiten bij de politie worden neergelegd. En dat daardoor de reorganisatie gevaar loopt. Maar wat ik nog veel erger vind, is dat politiemensen op straat er gewoon veel last van hebben. De VVD heeft wel een plan om het de politie wat makkelijker te maken. Op dit moment geeft de politie nog veel aandacht aan taken die niet primair met die veiligheid of criminaliteit te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld het wegslepen van fietswrakken of het zich bezighouden met psychiatrische patiënten op straat die helemaal geen bedreiging vormen voor de openbare orde. Dat zijn zaken die we mogelijk bij andere mensen of instellingen kunnen beleggen. Maar het is vooral de reorganisatie die beter zal moeten. Desnoods duurt het langer. Ik kan me voorstellen dat als mensen al die negatieve signalen over de politiereorganisatie horen, dat ze denken van, oh, gaat dat nog wel goed? Nou, die vraag komt bij ons ook op het moment dat we dat allemaal lezen. Minister Opstelten begrijpt die kritiek wel en hij belooft zijn plannen aan te passen. Het is natuurlijk een hele ingewikkelde grote operatie waar je voortdurend ook de thermometer in moet houden. Allerlei adviezen die ik ook vraag, waar je ook naar moet luisteren. En dan moet je gewoon zo nu en dan je planning bijstellen of herijken, noem ik dat. Het is in ieder geval belangrijk dat de kwaliteit gaat altijd voor de tijd. Misschien duurt het dus wat langer, maar volgens Opstelten komt alles voor elkaar. En de Tweede Kamer geeft hem alle ruimte om dat te bewijzen. Op de ramplek van de MH17 worden bij de berging dagelijks nog menselijke resten gevonden. Dat zegt de voorzitter van de Veiligheidsraad, Tjibbe Joustra. Joustra zegt ook dat er nog 5 dagen nodig zijn om de brokstukken van het MH17-toestel te bergen. Als tenminste alles volgens plan verloopt. Zowel gisteren als vandaag hoort men toch in de omgeving dat er af en toe geschoten wordt. Wat dat betreft hebben we geen enkele garantie hoe het morgen gaat. We zullen per dag moeten bekijken, kunnen we het veld in om dingen te bergen of gaat het niet? Op een overweg bij Ermelo heeft een vrachtwagen de bovenleiding van een trein stuk getrokken. Daardoor moesten reizigers tussen Randstad en Zwolle via een omweg reizen. De bovenleiding ging op 2 plaatsen stuk en er werd een overwegboom kapot gereden. Ik zag een vrachtwagen aankomen met de grijper omhoog. En die grijper reed richting het spoor en die nam de bovenleiding mee. Op dat moment sprongen er allemaal vonken af en dacht ik veilig heen komen zoeken. Door het ongeluk kwam een trein stil te staan. Zo'n 500 passagiers werden geëvacueerd en gingen met bussen verder. Reizigers tussen Amersfoort en Zwolle moeten omreizen via Deventer en reizigers tussen Amsterdam Centraal en Zwolle via Almere. De problemen zijn morgen pas opgelost. En een vies vaatdoekje in de keuken. Veel mensen lopen daardoor voedselvergiftiging op. Minister Schippers start daarom een campagne om te wijzen op het gevaar van die vieze doekjes of snijplanken in de keuken. En het belang van een goede temperatuur in de koelkast. Iedere dag worden 2000 Nederlanders ziek door een voedselvergiftiging. En dat ligt dus niet alleen aan onze voeding. Ja, het klinkt absurd. Windmolens die nog prima functioneren, die worden binnenkort gesloopt. Dat allemaal vanwege een subsidieregeling van het kabinet. Voor windmolenexploitanten is het daardoor lucratiever de molens voortijdig te vervangen voor nieuwe.
Want daar krijgen ze meer geld voor van het kabinet dan voor die oude. Dat zijn 10 Enercon-molens, 2,3 megawatt. En die hebben we opnieuw aangevraagd voor een bouwvergunning. En die zijn anderhalve week geleden verleend. Terwijl deze molens op zich nog niet afgeschreven zijn. Die zouden nog langer mee kunnen. Nee, die zouden dus nog 20 jaar kunnen draaien. Ja. Dat is geen probleem. Dat Jansen, net als veel andere exploitanten, zijn windmolens gaat slopen om ze te vervangen door nieuwe molens, dat komt door een bijzondere subsidieregeling. Die regeling garandeert een hoge prijs voor de windenergie, 15 jaar lang, maar dan wel met nieuwe molens. Ik ben een dief van mijn eigen portemonnee als ik het niet doe, nee. Om de nieuwe molens te kunnen bouwen, moeten eerst de oude worden afgebroken. En dat is raar, vinden critici, omdat volgens hen de nieuwe molens niet altijd heel veel meer energie opwekken. Wat er gek is aan het vervangen van deze turbines is dat ook zonder de vervanging van deze turbines en zonder dat er extra subsidie wordt aangevraagd, dezelfde hoeveelheid elektriciteit vanuit windenergie opgewekt had kunnen worden. Ook gemeentelijke overheden hebben kritiek op de Haagse subsidie. Dit is krankzinnig beleid en het kan ook nooit zo bedoeld zijn. En toch gebeurt het. In Dronten doorkruist de regeling de plannen van de gemeente om meer mensen van windmolensubsidies te laten profiteren. Dat komt omdat ze nu voor elke megawatt opgewekte energie een aantal centen krijgen. Maar door de regeling gaan ze in één keer 2-3 keer zoveel krijgen. Dus hoef je met het aantal megawatts wat zo'n molen levert, krijg je in één keer veel meer geld voor. Wordt het veel rendabeler. En u had iets anders voor ogen voor wat betreft de windmolens hier? Wij hadden er vooral dat iedereen mee zou kunnen doen. Maar nu, deze die gaan nu een eigen houtje verder. Wat vanuit hun optiek natuurlijk wel begrijpen is. Maar wij wilden dat iedereen mee ging doen. Het is eigenlijk van de gekken. Minister Kamp, die over de subsidies gaat, zegt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Vanaf volgend jaar zal het in de subsidieregelingen minder aantrekkelijk zijn om nog niet afgeschreven windmolens te vervangen. Ouderen die gaan minder snel naar een verpleeghuis en blijven daardoor langer thuis wonen. Huisartsen krijgen het daardoor steeds drukker. Sommige huisartsen hebben daarom hulptroepen ingeschakeld. Een speciaal opgeleide artsassistent of verpleegkundige die ouderen gaat helpen. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn enthousiast over het plan. Ze willen dat minister Schippers ervoor zorgt dat er overal in Nederland zo wordt gewerkt. Ouderen die zelfstandig wonen in Hoge Zand krijgen extra aandacht. Goedemorgen. De huisarts heeft meestal maar even tijd en komt alleen naar huis als je ziek bent. Maar Ilona komt bij alle kwetsbare ouderen uit de Groningse praktijk en dan bespreekt ze van alles. Ik had altijd open benen en toen heb ik steunkousen gekregen. Ze heeft meer tijd voor de patiënten dan de huisarts. En zelf kan ik niet altijd heel erg veel tijd aan mensen besteden als ik visites rij. Maar mensen die ouderenzorg doen, die hebben soms een half uur tot een uur de tijd. Nou, gaan we even uw bloeddruk opmeten. Ja, dat is goed. Ja? De regeringspartijen krijgen veel kritiek op de veranderingen in de zorg. Ze zoeken naar manieren om de zorg te verbeteren zonder dat het extra geld kost. Meestal zijn PvdA en VVD het oneens over de oplossingen. Maar vandaag vinden ze elkaar hier in deze huisartsenpraktijk. Ik ben erg enthousiast over deze manier van werken. En ik zou willen dat dat ook in heel Nederland het model wordt waar we ons naar richten. Komt u er elke dag wel eventjes uit? Jawel hoor. Ja? Jawel. Nou, heel veel dingen hebben te maken met eenzaamheid en sociale problematiek. Misschien niet helemaal zuiver medisch. Maar ja, die dingen hebben wel invloed op de medische situatie van de mensen. Hoeveel medicijnen gebruikt u nou per dag? 5. De praktijkondersteuner is natuurlijk niet gratis, maar ze kan duurdere zorg voorkomen. Ik denk, dus op dit moment wordt er veel door dure specialisten gedaan, verderop in ziekenhuizen, wat even goed en misschien vaak beter door de huisartsenpraktijken gedaan kan worden. En we roepen de minister op om in gesprek te gaan met de Landelijke Vereniging van Huisartsen en met de zorgverzekeraars om echt handen en voeten te geven aan deze praktijkondersteuners. En dan kom ik over 2 weken kom ik even weer bij u terug. Goed. Deze zorg moet dus overal in Nederland de standaard worden. Ik ben blij dat u weer geweest bent. Wie krijgt er een ster en wie moet er een inleveren? Dat waren de belangrijkste vragen bij de uitreiking van de Michelinsterren. De bekroning van gastronomische prestaties van formaat. En het resultaat mag er zijn. Nederland heeft weer 2 3-sterrenrestaurants. De Libreien in Zwolle, die had er al 3. En nu heeft de Leest in Fase er ook een 1/3 bij. We krijgen er 3 2-sterrenrestaurants bij. 2 in Rotterdam en 1 in Amsterdam. En er zijn nog 9 nieuwe restaurants met 1 Michelinster. Bij de afvallers geen verrassingen. Want de meeste restaurants die de sterren verloren, die kozen daar namelijk zelf voor. Een lesje konijn fileren op het ROC van Amsterdam.
Nee, knip je er gewoon af. Dit zijn misschien wel de sterrenkoks van de toekomst. Ik hoop van wel. Ik ga er zeker voor werken. Absoluut, ja. Ja, niemand zegt dat, maar iedereen droomt er wel over. Dus, iedereen droomt van zo'n ster? Uiteindelijk wel, ja. Waarom? Ja, een stukje erkenning. Toch leverden afgelopen jaar meerdere chefkoks hun ster, of soms zelfs sterren, in. Ik wil het gewoon anders doen. Ja. Ik wil gewoon anders gaan koken. En hij niet alleen. Ook deze keuken van 3-sterren-restaurant Oud Sluis in Sluis is inmiddels gesloten, omdat de chefkok het over een andere boeg gooit. Wordt die Michelinster daarmee minder waard? Nee, want de Michelinster is wel de hoogste erkenning die je kan krijgen in het vak. Elke chef die zegt van ik wil nooit geen Michelinster, die liegt wat mij betreft, want iedereen die wil dat heel graag. Ook de hoofdinspecteur van de Nederlandse Michelin-gids, die vandaag ergens in deze zaal in Maastricht zat, maar nooit herkenbaar in beeld wil, maakt zich er niet zo druk over dat er sterren worden teruggegeven. Als u de reactie in de zaal ziet, dan zie je toch wel dat ze allemaal heel sterk ermee bezig zijn. En je kan dat dan zeggen van, ja, die sterren, ik ben daar echt niet mee bezig. Maar als ze ze krijgen, zijn ze er wel heel, heel blij mee. Omdat ze dat dan toch wel op een internationale kaart zetten. En die blijdschap is te voelen tot in de keuken van Amsterdam. Ja, joh, echt. Wij komen dus zo snel mogelijk aan. Waar zijn baas net te horen heeft gekregen dat hij er een ster bij krijgt. 2 sterren. 2,5 jaar bloed, zweet en tranen geven met het hele team. En ja, dat is echt ongelooflijk zijn wat te shaken. Want ook al zijn er chefkoks die hem inleveren, een Michelinster staat voor kwaliteit in binnen- en buitenland. En dat is waar deze jonge koks van dromen. Meer over de lijst met Michelinsterren vindt u op onze website nos.nl. Ga naar Gerrit Hiemstra. Het wordt kouder. Een klein beetje. Er wordt al wat gespeculeerd over echt koud weer, wat winterweer op lange termijn. Maar daar is voorlopig nog niet veel aan de orde. Ik laat eventjes de lange termijn prognose zien. De pluimverwachting, zoals we het ook wel noemen, voor het midden van het land. En hier zien we de temperatuur voor de komende 10 dagen. En dan zien we dat vanaf vrijdag de onzekerheid wat gaat toenemen. Tegelijkertijd komt hij ook vanaf zondag, maandag, een klein beetje onder nul. Dus dan zou het misschien eens een keer een nachtje wat kunnen vriezen. Maar tot die tijd is in ieder geval nog niks aan de hand wat dat betreft. Maar, langzaam maar zeker, het wordt wel een klein beetje kouder. Dat heeft te maken met een hoge drukgebied wat zich aan het vestigen is, hier boven Rusland. Hier liggen lage drukgebieden en we kunnen ook wel zien waarom het niet al te koud kan worden. Want met een omweg wordt die lucht vanuit het zuiden onze kant op gestuurd. Nou, en hier in het zuiden is het nog niet heel erg koud. Dus dat betekent dat het bij ons ook niet heel erg koud zal worden. Dat patroon dat zet zich ook de komende 24 uur voort. Het lage drukgebied gaat